Alsjeblieft, en oranje voor u. Kijk eens. Knuffel. Kus. Wat gaan we doen? Kus. Ja. Oh. Nieuws. Daphne, het is de dag van de vrouw vandaag. Houd het in. Dat betekent dat vrouwen eigenlijk in het recht staan om te mogen werken, hun stem uit te brengen. Dus vandaar Internationale Vrouwendag. Dat het een dag voor de man ook moet komen. Een dag voor de man? Ja, Internationale Dag voor de Man. Maar de vrouw heeft het toch veel moeilijker als de man? Nou, ik niet. Ik heb een heel leuk leven altijd gehad. Nooit moeilijk. Ik zou uw tas wel willen vasthouden. Waarvoor? Nou, dan hoeft u die niet te dragen. Niet zwaar. Zou ik met u meelopen? Ja, kijk. Hoe zet je een vrouw eigenlijk in het zonnetje? Hoe doe je dat nou op deze dag? Ja, ik denk eigenlijk gewoon al met een compliment. Met een mooie bos bloemen of een flesje champagne. Massage. Massage, uiteraard. Nou, ga zitten. Nou, kom maar. Hoeveel bosjes bloemen heeft u al gehad vandaag? Nog geen één. Dat is zonde. Ja. Ja, en moeten we daar veranderingen brengen? Ja. Hoe is het nou om vrouw te zijn? Ja, wel leuk. Soms lastig. Ja, wanneer is het moeilijk? Ja, ik krijg minder betaald. Van alles. Ja, precies. Zoek maar wat leuks uit, zou ik zeggen. Niet te duur graag. Een flinke bos. Oké. Okay. Nou, ik vind die topjes wel mooi, die roze. Superleuk, dankjewel. Maakt dit jouw dag beter? Ja, zeker. Maakt dit het toch net wat leuker om vrouw te zijn? Ja. Zelfs dat? Ja, zelfs dat. Nee. Oh, dat niet? Nee. Oké. Okay. Ja, waarmee kan ik een vrouw verwennen op deze dag? Lekker etentje. Goed eten. Bloemetje of zo. Een bloemetje. Zullen we dat gaan regelen dan? Ga jij dat even regelen? Ik zou het verkeer tegenhouden. Geel. Geel was voor u. Dankjewel. Alsjeblieft, en oranje voor u. Kijk eens. Knuffel. Kus. Wat gaan we doen? Kus. Ja. Oh. Ook van u, op de andere. Ja. Ja. Zo lekker. Heeft u al iets gekregen in het kader van de Internationale Vrouwendag? Nee. En houdt u van een wijntje? Zeker. Van wat voor wijn houdt u? Een rode. Zou er meer aandacht moeten zijn voor vrouwen? Nou, vooral de vrouwen die vermoord worden door hun partner. Daar moet heel veel aandacht aan besteed worden. Ik denk dat iedereen daar eigenlijk wel mee eens is. Krijg ik hier een glaasje wijn? Ja, om het wat luchtiger te houden. Loopt u even mee? Ja, dat doe ik. Ja, zo, kijk eens mevrouw. Nou, hartelijk dank, het is geweldig. En een flesje Merlot. En die ga ik morgen met vriendinnen drinken. Ja, wat werkt? Moet ik dan gewoon... Oh ja, doe jij dat maar even, ja. Ja. Oh ja, tuurlijk. Zo, doe ik dit goed? Ja, dat doe je wel goed hoor. Even iets harder. Oh, lekker. Ja? Absoluut, heerlijk. Kijk. Ik geniet er ook echt van hoor. Oh, fijn, fijn. Zo, ja. Oh ja. Ja, kijk, dat dacht ik al. Oh, je mag stoppen. Ja? Ja hoor, dankjewel. Ja? Goed. Dankjewel. Fijn. Nou, en als ik dit nou bij iedere Nederlandse vrouw doe, dan is dat maar goed. Het verleden is voor ons vergeven, onze mannen. Nou ja, goed. Ik denk dat het gewoon altijd wel belangrijk is om dit erin te houden. Zeker met hoe alles vroeger is gegaan. Mm-hmm. Dus we laten hem lekker erin zitten. We laten hem er lekker in zitten, zei je dat nou? Ja, daar hou ik van toch, dat weet je. Daarmee sluit hem ook af. Bedankt. Nou, wat een leuke video was dit weer. En heb jij nou een idee voor een andere leuke video? Laat het dan even weten via de link hier beneden in de beschrijving.